Ja, welkom bij het Thuismuseum met Fedor. En vandaag staat op de ezel dit schilderij. Het is het stilleven met de vergulde bokaal. En het is gemaakt door Willem Klaas Heda. En het is uit 1635, wederom uit die gouden eeuw die wij kennen. En dit is een schilderij waar we van zien dat Willy, want ik mag Willy zeggen, heel goed met die verschillende tinten één monochroom, dus in één kleurstelling een schilderij weet te maken. In deze grijs tinten heeft hij dit stilleven gemaakt. Een stilleven wil zeggen dat we geen mensen zien, maar we zien de spullen die we kennen uit het dagelijks leven. En hier staan natuurlijk wel hele mooie spullen bij, zoals een hele vergulde bokaal. Er staat hier een tinnen kan. Er staat ook een heel mooi zilveren schaal, die ligt een beetje plat. We zien een heel mooi glas. En dat glas, dat noemen we een roemer. En we zien hier op tafel allemaal etenswaren. Oesters, brood en een citroen. Nou zeg je, wat doet die citroen daar? Maar de citroen is eigenlijk een teken waar de schilder kan laten zien dat hij heel goed kan schilderen. Want door de lichtval op de kleine blaasjes die in de partjes van de citrus zitten, of in dit geval een citroen, kan je heel goed laten zien dat je het licht weet te beheersen. En dat gebeurt hier. Een meesterproef wordt het genoemd. Maar wat we ook zien op dit schilderij is een van de duurste dingen die je uit die tijd had. En iedereen denkt dan meteen aan die vergulde bokaal of die zilveren schaal. Maar waar het hier om gaat, je gelooft het bijna niet, maar is dit kleine papiertje. Het lijkt wel op zo'n blaaspijpje, weet je wel. Maar het is een opgerold stukje papier met daarin peper. En peper was toen peperduur. De naam zegt het al. En ik heb zelf ook even wat peper gewoon bij mij uit de la gepakt. En ik zie hier gewoon 2,49 voor zo'n potje. Maar toen, mensen, kinderen, toen moest je echt een vermogen betalen om peper te hebben. Vandaar dat het hier zo mooi op deze tafel ligt. Het is een stilleven. Als ik er naar kijk, dan word ik er zelf een beetje stil van. Nou, dit is natuurlijk maar een kopietje, want het echte werk, dat zie je in het museum.